Hoi, mijn naam is Guusje. Ik ben 21 jaar en ik heb het ongeveer 2 weken geleden corona gehad. Ik heb hierbij eigenlijk wel redelijk veel symptomen gehad. Gelukkig redelijk mild. Maar wel ongeveer eigenlijk alles wat je kan opnoemen. Dus hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en vermoeidheid en allemaal dat soort dingen. Een beetje koorts. Nou, in principe waren die klachten ongeveer na 5-6 dagen wel verdwenen. Dus op zich scheelde dat nog wel. Maar ik merk het wel dat ik het toch wel lastig vond om weer helemaal in te komen qua sport. Ik merkte dat mijn conditie er wel echt op achteruit was gegaan. En dat ik toch wel echt als ik ging sporten dan toch nog wel voelde aan mijn longen dat ik net even toch net ziek was geweest. Dus dat was wel vervelend. Maar verder moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er niet heel veel heftige ervaringen mee heb gehad. En ik heb ook geen contact gehad met een zorgprofessional hierover. Niet met een fysio of een huisarts of iets dergelijks. Dus dat scheelde. Maar wel, het heeft wel gewoon redelijk lang nog aangehouden. En ik merk nu nog steeds wel als ik ga hardlopen dat mijn conditie niet hetzelfde was als dat die was voordat ik corona kreeg.